Nou, ik vond het hartstikke leuk. Ik was heel blij dat ik het mocht doen. Want het is natuurlijk een mooie kans. Maar ik vond het ook wel. Ik schrok er ook wel eventjes van, want het moet ontzettend snel af. 5 maanden heeft ze eraan gewerkt, aan het prentenboek Speeltuin. In januari kwam de organisatie van de Kinderboekenweek bij haar langs en vroeg of ze een speciaal prentenboek wilde maken voor de Kinderboekenweek. Eind juni was het klaar. Het begint met een jongetje en een meisje en een kat. Kom, we gaan naar de speeltuin, zeggen ze. Ga je mee? En om bij de speeltuin te kunnen komen, moeten ze door allerlei landschappen. Maar je kan zelf ook meegaan. Hè? Er zijn pijltjes op de pagina waar je moet beginnen en waar je naartoe moet. En zo kan je met je vinger de weg volgen over de pagina. Ik vond het een heel moeilijk boek om te maken. Ja, het is heel erg zoeken geweest naar de juiste vorm. Ik moest zoeken naar de juiste uitdaging en tegelijkertijd naar voldoende afwisseling. En ondertussen moest er natuurlijk ook een verhaal verteld worden. Dus dat is een heleboel waar je rekening mee moet houden. En ondertussen wil je eigenlijk dat zo'n boek eruit komt te zien alsof je dat eventjes doet. Want dan, dat heeft iets spontaans en ontspannends en dat is altijd heel erg prettig. Maar ja, dat was het niet. Van het boek zijn 50.000 exemplaren gedrukt. Het ligt morgen in de winkel.